Ah, dag Chris. Hoe is het? Goed, jongen. Ja. Is het voor naar de klas? Ja, het is voor de spreekbeurt. Voor ik in het zesde leerjaar zat, dan kwam ik niet veel in contact met oude mensen. Alleen niet zozeer veel. En nu dat ik bij die oudere mensen ben, dan weet ik ook dat je niet bang moet zijn voor een oudere persoon die er misschien een beetje anders uitziet. Het is eigenlijk een noodzaak geweest. Dus bij de verbouwingswerken, gestart in 2013, hadden we gebrek aan een klaslokaal. En in samenwerking met de directeur en wij en mijzelf zijn we overeengekomen om daar een tijdelijke klas onder te brengen in het rusthuis. Ons huisje zit hier goed vol, hoor. Ja, zeker. Ja, hè. Goedemorgen, Yvonne. Ja, goedemorgen. Goedemorgen, André. Ik leer zelf hen hoe ik contact heb met een aantal bewoners. Dus ik bouw het echt stelselmatig op. Dan leren ze een aantal spelletjes elkaar kennen. Ze moeten een keer een kleine spreekbeurt houden in kleine groepjes waar ze doorschuiven om te komen tot nu. Dag beste klasgenoten en bewoners van het wonenzorgcentrum. Vandaag ga ik jullie wat vertellen over aardbeving en tsunamis. De kinderen leren dat je op verschillende manieren moet omgaan met verschillende beperkingen. Er zijn bewoners die niet goed horen, die niet goed zien, die niet mobiel zijn, maar je hebt ook mensen die dementerend zijn en zij voelen dat heel snel aan. In welk Oost-Vlaams dorpje gebeurde er een aardbeving in 1938? Ik was wel geboren, hè. Ja, weet jij dat? Weet jij hoe dat dorpje heet? Acht jaar. En weet jij nog hoe dat dorpje heet, Christian? Nee. Misschien het belangrijkste van allemaal, dat is dat zij samen zitten. Dat zij samen werken, het spreken met elkaar, het mening geven over. Dat brengt hen heel sterk en dicht bij elkaar. Ik zie die mannen allemaal graag. Hè. Weet je waarom? Ik zie die mannen allemaal als mijn achterkleinkinderen. Ik weet niet of ze veel van ons bijleren, dat weet ik niet. Ik denk meer dat het andersom is dan wij leren van, denk ik toch. Hè. Het is niet meetbaar wat ze leren. Soms loop ik 's morgens hier rond en ik zeg, ja, Ben, Carlos, Gerard, ik ga een Franse les doen of Rachel. Heb je zin om een keer een handje te komen toesteken? Oh, ja, of het past niet. De samenwerking is op allerlei vlakken. En wij zijn trouwens bezig met de school ook om andere klassen daar nog meer bij te betrekken. En ik denk dat dat een beetje een lopend vuurtje zal worden. Ik ga dit echt wel missen op het einde van het schooljaar. Als ik hier weg ga moeten, dan ga ik ze wel missen. Ik ga zeker nog een keer op bezoek komen.